Hi, Max Schouw. Leuk dat je kijkt naar de korte weekhoroscoop van de Mandala. En deze week is het week nummer 18 en dat is van maandag 30 april tot en met zondag 6 mei. Als ik de kaarten schud om te kijken wat deze week voor jullie staat te wachten, dan heb ik daarbij de volgende kaarten. De Ridder van Bekers, de Page van Staven en de Wereld. Het is een week waarin je voor jezelf een bepaalde overwinning gaat behalen. En in ieder geval een startschot hebt om de volgende stap te gaan zetten van hetgene waar je mee bezig bent geweest. Je hebt al eigenlijk een hele tijd voorbereid en dat kan vol met liefde zijn. Het kan ook in de liefde zijn. Dus in ieder geval iets waar je echt je hart ligt. Ik heb het gevoel dat je dat uit gaat dragen en dat je dus ook echt een nieuw begin gaat beginnen met het onderwerp waar je zo voor voelt. Hè. Dat kan voor een persoon zijn, maar het kan ook zijn voor een bepaalde situatie waarin je die energie in stopt. In ieder geval is het iets waar je iets al van voorbereid hebt, waarvan je niet zeker wist wat de uitslag hiervan zou worden, maar waar je voor jezelf gekozen hebt dat je er sowieso verder mee wilt. En je zult je echt heel prettig mee voelen dat je het ook uitgesproken hebt en dat je die stappen gaat ondernemen. Ik hoor natuurlijk heel graag wat voor stappen dat geweest zullen zijn. Je mag me altijd een privéberichtje sturen of een leuk berichtje hieronder achterlaten. Sowieso wens ik je een hele fijne week en zie ik je graag volgende week weer terug.